Goedemorgen. U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen vrij veel lage wolkenvelden in onze omgeving waardoor de zon vandaag weinig kans heeft. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en heel sporadisch weet de zon best wel een gaatje te vinden. Vanochtend 1 tot 3 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur iets verder op en komen we uiteindelijk uit op een graad of 4 in het binnenland. Langs de westkust en op de Wadden is het misschien een graadje zachter. Hier en daar dus een streepje zonneschijn, maar over het algemeen vrij veel wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond verandert er wat dat betreft niet veel. Wolken houden de overhand, geen neerslag 1 tot 3 graden. En een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dan morgen... Een beetje zon kan, maar over het algemeen houden wolken nog steeds de overhand. Het blijft overdag droog, 4 graden wordt het. Zwakke tot matige wind uit het zuiden ditmaal. In de avond en nacht naar nou, woensdag gaat er wat regen vallen. Woensdag overdag trekt die regen alweer weg en dan breekt de zon wel af en toe door. Temperaturen boeken wat winst, 5 of 6 graden wordt het. En donderdag is het zelfs nog wat zachter, maar dan regent het weer flink. Vanaf vrijdag gaat het ook behoorlijk waaien, blijft het wisselvallig. En geleidelijk gaan de temperaturen verder omhoog. Ik ben Marco Verhoef. Van Weerplaza.nl